overgestapt van CDA naar Democraten nu. Als je 17 jaar bij een partij hebt gezeten en je stapt naar een andere partij op, dan doe je dat niet omdat je dat leuk vindt. In die zin dat je dat zomaar voor de lol doet. Hè, het is een weloverwogen stap geweest, dat is een ding wat zeker is. Maar dat is niet, niet je vertrekpunt geweest. Maar ik ben wel heel erg blij met de kans die Democraten.nu mij biedt om toch nog actief te blijven in de politiek. Want voor mij was het wel zover. Het was of dit, of stoppen. Nu is Fred Gerritsen niet alleen je fractievoorzitter, maar ook jouw baas. Is dat van invloed geweest op jouw keuze? Nou, hij is niet mijn baas. Hij is de algemeen directeur van het bedrijf waar ik ook voor werk. En ik heb een andere manager. Ik rapporteer ook niet aan hem in die zin. En wij hebben samen nog dezelfde directeur daarboven staan. Maar wij werken daarin goed in samen. En maar onze eerste samenwerking ging natuurlijk al in de politiek. Zoals ik in mijn persbericht heb gezegd, kunnen wij vanaf het begin al goed met elkaar opschieten. Denken wij veel over hetzelfde over politiek en de manier waarop je politiek moet bedrijven. Dus in die zin was die keuze een natuurlijke keuze voor mij. En voelde zich een soort vervanger van Isendoorn? Nee, zeker niet. Huub is Huub en ik ben ik. En dat is zeker een verschil. Daar voel ik mij zeker niet. Ik heb wat toe te voegen. Dat denkt ook Democraten.nu. Anders hadden ze mij niet de kans gegeven om voor Democraten.nu nu in de raad te gaan zitten. En ik ben in niks lijk ik op Huub. Ik ben ook veel knapper dan Huub. Ja, dat is te zien. Uw overstappen heeft wat invloed op de totale politiek. Want daarmee heeft u de VVD eigenlijk de grootste partij gemaakt. Ja, dat is een indirect gevolg van hetgeen dat ik overgestapt ben inderdaad naar een andere partij. Maar zoals je hebt kunnen merken is in het verleden ook Democraten.nu zeer constructief geweest naar het college toe. Daarbij is het zo dat ik mijn handtekening onder dit coalitieakkoord heb staan. En dat zijn grote delen waar ik nog steeds achter sta. En daar zal ik ook voor blijven instaan. En bovendien hebben wij als Democraten.nu ook behoorlijk wat punten van ons verkiezingsprogramma verankerd in dit huidige coalitieakkoord. Dus ik denk niet dat daar grote problemen zullen ontstaan. Maar je zit in de raad zonder last of ruggespraak. En op het moment dat wij het er mee eens zijn, zijn wij het er mee eens. En op het moment dat wij het er niet mee eens zijn, zijn we het er niet mee eens. En dat blijft natuurlijk hetzelfde. Maar dat was ook in de situatie als ik bij het CDA was gebleven. Heeft u nu nog wensen voor de toekomst op het politiek gebied? Nou, plezier, energie. Maar vooral goede dingen doen voor de stad. Dat is het allerbelangrijkste.